Dan gaan we deze les hebben over versnelde bewegingen. En ik heb op het bord heb ik een grafiek gezet. En de mensen die dus al wat meer ervaring hebben met grafieken hebben al gezien dat dit een VT-grafiek is. Dus een snelheidsgrafiek. Je ziet hier een beweging die vanuit stilstand steeds sneller gaat. Een versnelde beweging. Zien we dat allemaal? Wat is zijn versnelling eigenlijk in deze grafiek? 5 meter per seconde. Bijna 5 meter per? Per seconde per seconde. Iedere seconde komt er 5 meter per seconde bij. Dus zijn versnelling, A, het hellingsgetal van deze grafiek, is in dit geval 5 meter per seconde kwadraat, noemen we dat. Ja. Dus dat is zijn versnelling in dit geval, die kunnen we zien. Als we een VT-grafiek hadden, konden we ook de snelheid op elk moment aflezen door gewoon te kijken, goed, op 3 seconden gaat hij 15 meter per seconde. En op 7 seconden gaat hij 35 meter per seconde. Die kon ik er ook uithalen. En ik kon ook zijn afstand eruit halen. Wat moest ik dan ook alweer doen? Hokjes stellen. Maar? Wiskundig getal dus? Juist, een half keer de basiskeer de hoogte. Dus de oppervlakte hieronder. Dus dit is een mooi wiskundig figuur. Ik zal het wiskundige figuur even een beetje aanzetten. Dit is dus het wiskundige figuur waar we het over hebben. En dan mag ik inderdaad voor doen een half keer de basis keer de hoogte. Dus ik ga even op het afzien doen. Dus ik heb nu dit geschreven en dit moet eigenlijk tussen haakjes. Ja. Dat klopt. Maar omdat het allemaal keer is, maakt het niet uit of het wel of niet tussen haakjes staat. Sterker nog, omdat het allemaal keer is, maakt de volgorde ook niet uit. Dus als ik dit nou ga herschrijven, dan komt hier eigenlijk te staan. S is een half keer A keer T. En keer T mag ik schrijven als T kwadraat. Dus hier staat een half keer A keer T kwadraat. Oftewel, ik kan nu uitrekenen met alleen een versnelling en een tijd wat mijn afgelegde weg is. Ik heb daar niks voor nodig in de tussenweg. Hoe ben ik aan deze formule gekomen, die nieuwe formule eronderin? Gewoon door te kijken naar de oppervlakte onder een VT-grafiek. Zien we dat allemaal? Ik mag nog een andere manier doen. Dus dit is een wiskundig figuur. Dit is een driehoek. En nou ga ik jullie hem wel even leren één keer. Dan heb je hem tenminste een keer gezien. Ik mag het ook op een andere manier doen. Wat is mijn gemiddelde snelheid geweest op dit stuk? 0 plus 35 gedeeld door 2. En dat levert me 17,5. Dus hier zit mijn gemiddelde snelheid. En dat betekent dat die 17,5 zit eigenlijk, de oppervlakte die hier in die driehoek zit, kan ik daar inpassen. En dan heb ik dus nog steeds weer eigenlijk een oppervlakte onder de grafiek te pakken. Dus dan ga ik die rechterkant even uitvegen. En dan gaan we even kijken wat nu de oppervlakte eronder is. Mag dit eraf trouwens? Hebben we dit allemaal overgenomen? Ja. Dus ik mag nu zeggen dat de afgelegde weg in dit geval is basis keer hoogte, dus dat is de basis, is in dit geval de tijd, keer V gemiddeld. Zien we dat? Maar V gemiddeld, in dit geval, is, hoe waren we daar ook alweer aangekomen? Oké. Wat is mijn eindsnelheid eigenlijk? Hoe kwam ik daar ook alweer aan net? Ja, dus als ik inderdaad 5 meter per seconde versnel iedere keer, ik doe dat 7 seconden lang, dan heb ik na 7 seconden heb ik een snelheid van 35 meter per seconde. Dus dit is mijn eindtijd, eindsnelheid. Wat is mijn beginsnelheid eigenlijk in dit geval? 0. Oftewel, ik ga dit even invullen in V gemiddeld. Dit levert mij 0 plus V eind A keer T gedeeld door 2. Zien we dat in? Ik ben nu dus vooral wiskundige trucjes aan het uitvoeren om ervoor te zorgen dat ik weet wat de afgelegde weg is onder mijn versnelde grafiek, zeg maar. Ja. Komt het SO dat ik niet moet het per se zo uitgebreid allemaal? Nee, ik laat het nu even uitgebreid zien. Het mag iets minder uitgebreid, maar er zit wel een beperking tot hoe weinig uitgebreid het mag. Dus het moet wel ik moet duidelijk kunnen volgen wat jouw stappen zijn geweest. Ik doe het nou wel expliciet heel uitgebreid, maar dat is omdat je dan kunt begrijpen hoe ik aan de eindformule kom. Ja. Want ik kan dit herschrijven na A keer T gedeeld door 2, want plus 0 valt eigenlijk weg.
En als ik nou deze v gemiddeld daar invul, dan moet je even opletten wat er dan ontstaat. S is t keer v gemiddelde is a keer t gedeeld door 2. En waar komt dit dus eigenlijk weer op neer? Zie je hem al ontstaan, deze wiskunde? Ook hier staat 2 keer die t, oftewel t kwadraat. 1 keer die a, oftewel gewoon een a. Ook daar staat alles delen door 2, oftewel de helft van het origineel. Dus ook met deze methode, ook door te kijken naar de gemiddelde snelheid, kom ik op dezelfde formule uit. Wat moet je hiervan nou kunnen? Jij hoeft voor mij dit echt niet te herleiden. Dat ik dit even zo voor jullie doe, dat is voor mij even een alsjeblieft. Je kunt nu alleen wel met mij, heb je nu begrepen hoe ik vanuit de versnelde beweging, vanuit een bepaalde versnelling, de afstand kan uitrekenen. Dat kon je al, maar ik heb jullie nu een formule gegeven waar dus de eindsnelheid niet meer van belang is. En dat was dus even van belang. Dus de eindsnelheid heb je dus niet meer nodig als je weet wat de versnelling en de tijd is. Dus we kunnen nu zonder al die gegevens met dus deze herleide formules die allebei op hetzelfde punt uitkomen, kun je nu uitrekenen wat de afgelegde weg is als ik een versnelde beweging heb.